Yo beste kijker en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Lost Buildings. Vandaag gaan we naar een verlaten huis vlakbij. En ze hebben erover dat er nog van alles in staat. Dus we gaan het zien en let's go. Neem jullie nu mee. Wauw mensen, alles is achtergelaten. Hier. Papieren. Of een soort leertafel of zoiets. Of een soort bureau, ja. Stapels met boeken. Eens kijken. Zijn het? Oh, kijk. Hier. Complete wereldkaarten. Kijk. Noord-Europa, Zuid-Europa, Rusland, Centraal-Azië, West-Europa, Oost-Europa. Alles is hier wel helaas overhoop gegaan. What the? Oh joh. Echt gewoon een complete, gewoon tot 1995 aan boeken. Gewoon een soort levensspreuk. Ja, wat levensspreuk met een christelijke spreuk. Een soort bordje eraan of zo, ik zie in die richting. Vraag me dan af, waarom zou dit huis zoveel boeken hebben?
Wauw. Ik denk echt dat dit een best wel oude klok is. We zijn hier aangekomen bij een andere ruimte. Ik denk mensen. Het hangt gewoon nog vol met kleren. Hangt die andere kant ook nog vol dan? Ik denk dat dat, wat je daar ziet, Paul, ik weet niet of ik het goed heb, maar van mij is dat een heel oud viool waar ze mee kleding maakten. Spinnenwiel. Spinnenwiel. Ja. Gestoten. Nee, ik denk op kolen. Oh, zie ik kolen. Zakken met kolen. Of niet? Geen. Nee, ook niet. Lekker. Volgens mij zit er sterker nog, volgens mij zit er gewoon eten. Ja. Die hier niet. Ja. Bedorven, nee. Ja, dat is nou. Het is ooit goed geweest, maar dat was vroeger. Ja. Wat is dit van? Wat is dit dan voor ding? Ik weet niet, 8. Oh, echt? Het is nummer 12 jaar geleden, dat valt ook nog wel mee. Paul, dan vraag ik me wel af, wat is dit dan?
Wat zou dit gaan weer zijn dan? Een soort pottenhouder of zo? Ja, om ze in te wekken. Ja. Het is gewoon een van de elektriciteitsspan ding. Dit. Meter, ja. Ja. Yo best kijkers, leuk dat je gekeken naar deze aflevering. Vond je dat nou een leuke aflevering? Vergeet het duimpje omhoog niet en te abonneren. En dan zie ik jullie weer bij een volgende aflevering van Lost Buildings.